Welkom terug hier in het Gooiland Theater in Hilversum voor een lezing. En ik had al eerder aangekondigd een licht opruiende lezing. En misschien moet u het woordje licht ook wel weglaten. De lezing gaat gegeven worden door Sjef Drummen. En Sjef is gepassioneerd en inmiddels gepensioneerd een schoolleider. Hij is beeldend kunstenaar. Onderwijskunstenaar. Hij is vicevoorzitter van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Bovenal is hij ook nog beroepsopa. En hij is een van de founding fathers van Agora. Een baanbrekende onderwijsvernieuwing die in 2014 van start ging met 34 leerlingen en inmiddels een grote vlucht heeft genomen. Agora, dat weet u ongetwijfeld van uw tweede les Grieks, is het Griekse woord voor plein. Nou, van pleinvrees heeft Sjef Drummen zeker geen last. Zet hem op een zeepkist en hij gaat. Recht voor zijn raap, recht zo die gaat. Hij heeft een mening. En om alvast een beetje in die Sjef Drummen vibe te komen, heb ik een paar quotes van hem alvast voor u om op te warmen. Noemt een leerling je stomme lul, dan is dat een pedagogisch cadeautje. Veel leraren hebben mayonaise in de hersenen. Ze kunnen niet meer reflecteren op het onderwijskundig model. En over Agora, wij wilden niet vernieuwen, maar radicaal opnieuw beginnen. Met onderwijs dat ontdaan is van alle institutionele onzin die in de loop van de afgelopen 300 jaar het model is binnengeslopen. Geen klassen, geen huiswerk, geen lokalen, geen toetsen. Weg ermee. En een goede leraar is zijn gewicht in goud waard. Dat is zo ongelooflijk moeilijk. Goed, laat u meevoeren, laat u meesleuren, verwondert u zich, laat u overdonderen, delibereer, inspireer, alles mag. En u mag ook vragen stellen in de chat. Dus heeft u overpeinzingen, kritische noten, vindt u er wat van? Dat vindt u ongetwijfeld van wat Sjef straks te berde gaat brengen. Gebruik de chatfunctie, dan leg ik de vragen voor u aan hem voor. Goed, ik zou zo zeggen, de Agora, oftewel het plein is geheel voor Sjef. Fijn dat je er bent, Sjef. Ja. Ga je gang. Ja. Dank voor een mooie introductie. Ik hou het verhaal over Agora omdat ik dat vanuit de praktijk ken. Maar eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat we het ook hebben over ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat is het idee van wijlen professor Dolf van den Berg. En zijn gedachtegoed, dat is, past één op één op Agora, dat deel ik ook uit. En, ik zit in mijn 68e levensjaar en ben dubbel geprikt. Een collega zei gisteren, ja maar normaal ben jij degene die prikken uitdeelt. Dus dat probeer ik nu te doen. En nogmaals, er zijn heel veel mensen in het onderwijs, of alle mensen in het onderwijs zijn hun gewicht in goud waard omdat ze zich inzetten voor kinderen. Maar het collectief van de mensen in het onderwijs vind ik ook wel hele brave sukkels die braaf regeltjes uitvoeren die de overheid zegt dat je zou moeten uitvoeren. Dus, waar ga ik het dan over hebben? Nou, ik werd enorm getroffen toen Bob Dylan, die de vorige week 80 is geworden, toen die de Nobelprijs voor de literatuur kreeg. En toen was Lucky Fonz III, overigens ook een leraar, een Engelse leraar, die is afgestudeerd op de lyrics van Bob Dylan. En die zei van, neem nou zo'n zin, but to live outside the law, you must be honest, van het liedje Sweet Marie van 1966. En daar staat, als je iets buiten de wet doet, moet je zuiver op de graad zijn. Ik vertaal dat nou even persoonlijk. En ik was heel erg geraakt daardoor, omdat ik namelijk vind dat als je je in Nederland aan de wet houdt, in het Nederlandse onderwijs, kun je niet zuiver op de graad zijn. Dus ik draai die zin graag om en zeg dan, but to live inside the law, you can't be honest. Dus je moet wel een heel goed verhaal hebben als je de stap zet die wij met Agora gezet hebben, dat we voor sommige mensen helemaal buiten de wet zijn gegaan. Maar we zijn helemaal niet buiten de wet gegaan, want we houden ons in alles aan de wet. Dus daar kan dus veel meer in onderwijs Nederland dan dat we denken. En ook De agroscholen, het zijn er nou geloof ik 12 in het getal al, die zijn, dat zijn lerende organisaties. Dus dat samenwerken, waar het vandaag ook om gaat, dat is iets wat daar heel prominent aanwezig is. Op 23 juni hebben we alle agora-leraren van Nederland een gezamenlijke bijeenkomst. En dat is de zoveelste dit jaar. Dus we leren ook van elkaar. Dat is wel belangrijk om te vertellen. Waartoe zijn we op de educatieve aarde? Nou, dat is de why van Agora. En dat is heel simpel, alleen nog maar om te doen wat goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Of de mensen, want het geldt natuurlijk ook voor de coach. En hoe doe je dat? Dat doe je door autonoom relationeel te leren. Autonomie voor de leerkracht, autonomie voor de lerende. Dat is erg belangrijk. Ik heb daar zelf de 10 geboden van het 21e eeuwse onderwijs van gemaakt. En ik ren daar even snel doorheen van wat je te wachten staat als je die stap zou zetten, om dat ook te gaan doen. En dat kan dus in elke school, volgens de wet. Je hoeft het alleen maar te doen. Er is dus niets wat je tegenhoudt, maar je moet wel de ballen hebben om het te durven. Nou, wij zijn... Ik ook overigens, ik leid ook aan educatieve Alzheimer. Dat is datgene wat ontstaat wanneer je jarenlang in een onderwijskundig systeem hebt gezeten. En dat je denkt dat je weet waar onderwijs voor is. En we praten ons, ik heb het vandaag ook alweer gehoord, verschillende keren. Het zijn allemaal platitudes van het oude model. En, Alzheimer ontstaat door eiwitvlokken in de hersenen. En ik noem dat mayonaise in de hersenen. En ik heb er zelf ook last van. Ik ben een beetje gedetoxed, dus ik heb er minder last van. Maar sommige mensen hebben ingedroogde mayonaise in de hersenen. En die komen niet af van het systeem dat ze denken dat ze weten waar onderwijs voor is. En dat is wel eigenlijk heel raar. Dus de wetten. Welke wetten zijn dat? Ten eerste, verwerp alle geïnstitutionaliseerde onzin van het onderwijs. En dat mag je zelf bepalen van wat dat is. En ik laat nu een lijstje zien van wat ik geïnstitutionaliseerde onzin vind. De grootste onzin is het leerjaarklassensysteem. Dat we kinderen in hokken bij elkaar zetten. Wij zijn zoogdieren en als je kinderen en zoogdieren in hokken stopt, krijg je rattengedrag. Dus we gaan ze niet meer in hokken stoppen. En of je dat hele lijstje wat je hier ziet van diploma, huiswerk, schoolvakken, curriculum, misschien wil je er wel dingen van gebruiken. Dat mag best, maar het is eigenlijk niet nodig om te komen tot het optimum van ontwikkeling van jou als leraar, maar ook van de leerling. En ook van de leerling die straks naar de universiteit moet. Die heeft dit lijstje niet nodig. Terwijl als je het hele lijstje ziet, klaslokalen, toetsen, huiswerk, curriculum, kennisgericht. Als je dat allemaal weglaat, dan kun je niet... Je kunt je niet ontwikkelen. Dat is wat we denken. Maar dat is de oorzaak van de mayonaise die we in de hersenen hebben. En als je dat dus anders gaat doen, dan blijkt dat dat toch kan. Nou, het tweede gebod. Kinderen zijn mensen, maar vanaf kind is dat heel duidelijk, zijn autodidactische leermachines. En die autodidactische leermachine, die leert in een sociale context. Vandaar het autonome, wat de uitkomst van het zelf doen. En het relationele, dat zegt, je moet het doen samen met anderen. Je kunt niet alleen slim worden, je hebt ook leraren nodig. Maar, om een voorbeeldje te noemen, een kind wat leert lopen, dat is zo meestal rond 12, 13, 14 maanden. Ik heb dat nu aan mijn kleinkinderen zelf weer mee mogen maken. Zo'n kind valt 1700 keer. En dat is vaak ook heel onprettig, dat vallen. En toch wil die leren. Dus die kracht van dat leren, dat is gewoon aangeboren. En hij is autodidact. Hij kan het zelf. Hij kan het zelf. Wij maken kinderen zwak door te denken dat hij het niet zelf kan. En dat we denken, wij zijn leraar, we zullen het kind eventjes zeggen hoe hij het moet doen. En er zijn situaties waarin het kind er zelf om vraagt vanuit zijn autonomie. Meneer, hoe moet dat? Of juffrouw, kunt u me vertellen hoe? En dan mag je het hem zeggen. Dat is die sociale context. Nou, Het derde gebod. Nieuwsgierigheid is de motor van alle leren en de verbeeldingskracht is de brandstof van die motor. En nieuwsgierigheid, dat is de cognitie van de wil. Dat betekent, en cognitie, het andere woord voor cognitie, is het leervermogen. Dus het leervermogen van jouw persoonlijke wil, dat is nieuwsgierigheid. Er zijn culturen waarin ze er alles aan doen om de wil van kinderen te breken. In China zijn ze er heel goed in. Zodat je niet meer autonoom bent, maar dat je je aanpast aan datgene wat iemand anders erin stopt. En je kunt niks in kinderen stoppen. Dan moet je eerst de wil breken. En als je dat niet doet, kun je er alleen maar iets uithalen, want het zit er al gewoon in. Dat is het derde gebod. Het vierde gebod is, ik noem het dus dat autonoom leren, noem dat leren 0.0, zoals het leren al altijd geweest is de laatste 50.000 jaar bij de Homo sapiens. En hoe is dat? Als je dat moet uitleggen, is het heel simpel. Dat is datgene wat ouders met hun kinderen doen. Mijn moeder had 11 kinderen en die had 11 recepten waarbij ze samen met mijn vader keek op dagniveau of voor elk kind die recepten nog werkten. Want er kan iets gebeuren, dat de lievelingspoes van je zusje komt onder de auto. Nou, dan kan het zijn dat je voor 3 weken of voor 4 weken in de rouwperiode van het overlijden van de poes een ander recept moest toepassen. En dat doet elke goede, liefdevolle ouder, heeft een recept per kind. Zelfs wanneer je een eigen tweeling hebt, heb je nog 2 recepten. En dat betekent, als je een recept per kind hebt, dat je, komen bij het 5e gebod, dat is dat je elk kind ongelijk moet behandelen. Als je dus een jongetje hebt wat uit de Vogelerwei komt, hier op het plaatje die in het zwart-wit, een jongetje wat ongelukkig is in een situatie waarin die zit, die heeft een totaal andere approach nodig dan dat meisje wat denkt dat het een prinsesje is en papa zegt ook nog dat het een prinsesje is en ze hebben ook nog geld genoeg, dus dan denkt ze zeker dat ze een prinsesje is. Die moet je helemaal apart behandelen. In artikel 1 in de grondwet staat dat in Nederland iedereen ongeacht ras, seks, geslacht, godsdienst gelijk wordt behandeld. Maar er staat bij in gelijke omstandigheden. En elk kind zit in een andere omstandigheid, dus je kunt de kinderen niet gelijk behandelen. Dus het systeem van klassen, het systeem van VMBO, het systeem van HAVO, het systeem van VWO, gymnasium, dat je mensen in groepen in gaat delen, is gebaseerd op organisatorische indelingen. En dat heeft er nu toe geleid dat we zelfs verschillen hebben in hoog en laag. We hebben ook verschillen in academisch leren. Heeft een hogere status dan beroepsgericht leren. Terwijl er is geen verschil tussen kunnen en kennen. Je kunt kunnen en kennen helemaal niet loshalen van elkaar. Als je iets, zelfs wanneer je theoretisch bent, is dat vaak ook vanuit, hoort daar een stuk kunnen bij. En alle kunnen heeft ook kennen nodig. Dus, maar dat is, uit de verlichting is dat ontstaan, dat de kennis de mens verheft en dat heeft zo zijn eigen leventje gaan leiden. Het 6e gebod. Focus op kennis leidt in 30% van alle gevallen bij kinderen tot demotivatie. Dus als die lerares Frans zegt van jullie moeten die woordjes leren, want over de volgende week hebben jullie die toets en over blok 1. En als je zorgt dat je er nou elke dag een half uurtje naar kijkt, dan verliest 30% van de kinderen. Er zijn kinderen aan de bovenkant die denken, mag die woordjes ken ik al lang, geef me wat anders te doen. En aan de andere kant heb je kinderen die zeggen, ik kom nooit in Frankrijk. Ik zeg het nou wat zwart-wit. Focus je op motivatie, dan leidt dat tot kennis. Er is collateral damage van gemotiveerd zijn, is dat je steeds meer wil weten en ook steeds meer ontdekt. Dus, en natuurlijk is het zo dat instructiemodellen, dat is allemaal prima. En die vakleraar is allemaal prima. Maar die vakleraar komt pas aan bod als de lerende vanuit zijn autonomie bepaald heeft... ik wil meer weten van wiskunde. En we kunnen dat dus, we moeten het dus niet omdraaien. Nou, het zevende gebod. Hier zien we onze Albert. En die zegt dat het niet weten belangrijker is dan het weten. En het niet weten in combinatie met verbeeldingskracht leidt tot nieuw weten. En dat maakt toekomst. Dus als Feringa de Nobelprijs krijgt in 2016 voor de scheikunde, dan is dat omdat hij dacht, samen met PhD-students waar hij 20 jaar lang mee heeft onderzoek heeft gedaan, zou het kunnen zijn dat is niet weten, dat we van bloedcellen machientjes kunnen maken. En daar heeft hij verbeeldingskracht voor nodig. En ook van die andere wetenschappers. En dan kom je tot nieuwe dingen. Dus om tot nieuwe dingen te komen is, om het maar in het Engels te zeggen, imagination far more important than knowledge. En natuurlijk, om het niet weten te kennen, moet je natuurlijk ook het weten kennen. Maar dat gaat samen op. Maar de onzekerheid van het niet weten, ook in een leersituatie, is datgene waar de winst valt te halen. Dat geldt dus ook voor de leraar die een leerroute per kind heeft. Hè? Want we zeggen leren 0.0, dat is een leerroute per kind. Dan heb je een plan gemaakt, ook samen met dat kind, wat je de volgende week zult gaan doen. En dan kan het toch zijn dat dat niet doorgaat, omdat de situatie dat niet toelaat. Er is een poezel in de auto gekomen. En dan mag je een ander plan. En dan is het supercomplex. En daarvoor moeten die leraren ook veel meer salaris krijgen. Want om dat allemaal te kunnen moet je iets weten van didactiek, pedagogiek, psychologie, neurologie, onderwijskunde, organisatiekunde, financiën. Dan moet je alles en dat moet je allemaal combineren. En dan is het dan ook nog veranderlijk per dag. Dus wat we gedaan hebben is gezegd, we maken een lesrooster en vakken en schoolmethodes en lesmethodes. En dan hebben we het georganiseerd, want dan hebben die leraren zekerheid. De onzekerheid is de kwaliteit en niet de zekerheid. Nou, en nou denkt men dat als je kinderen autonoom laat leren, dat die dan vrijgelaten worden en kunnen doen en laten wat ze willen. Niets is minder waar. Als je uitgaat van relationeel autonoom leren, dan betekent het: leerling, jij hebt autonomie. Ik ga zorgen dat jij hartstikke goed wordt. Maar denk eraan, alle anderen hier waar jij mee samenwerkt, die hebben ook recht op hun autonomie. Dus mijn autonomie en mijn vrijheid gaat zo ver, zolang die niet de autonomie van iemand anders verstoort. Dus dat betekent dat het een hele sociale manier is van met elkaar samenwerken. Het summum van datgene wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt is een fragment in een film van Agora Montessori Nijmegen, waarin een jongen van 12 een coachgesprek heeft, waarbij hij de coach troost omdat zijn broer plotseling is overleden. En dan is die jongen, heeft in de relatie met de coach de sterkere relatie, want hij troost iemand die in de rouw heeft. En die hebben dan een persoonlijk gesprek over. Dat is iets wat in een normale schoolsituatie heb je daar helemaal de tijd niet voor. Dus die onderlinge verhouding is waanzinnig belangrijk. Nou, het negende gebod. Dat is dat de fysieke omgeving, als je al een school bouwt... Ik heb het voorrecht gehad om Nike te mogen bouwen in 2005 tot 2007... Dan moet je verwonderingspaleizen bouwen. Die moeten glunderproef zijn. Ik kom op scholen waarbij ik denk, nou hier, dit is geen verwonderingspaleis. Lange gangen, standaardklaslokalen. Gelukkig hebben wij fantastische gebouwen waarin dat al heel anders is. Maar de ideale leersituatie, fysieke omgeving, is een mix tussen de Efteling, Harvard University, een boeddhistisch klooster, een marktplein en een atelier. Waarbij met stip op één, en nu ga ik de mensen in Brabant behagen, de Efteling. Want die zorgt dat die leeromgeving voor die kinderen glunderproef is. Dat ze zeggen, wauw, mag ik hier leren? en waarbij je ook een nieuwsgierigheid en een enorme impuls krijgt. En dat leren is niet alleen in dat gebouw natuurlijk. Dat leren zit ook buiten het gebouw. Ik kom er straks op terug. En het belangrijkste gebod, het 10e gebod, hier zie je een fysieke omgeving in Roermond, waarbij kinderen hun eigen werkplekken maken. En dan doen ze bijvoorbeeld auto's ombouwen, omdat dat voor hun persoonlijk een leuke plek is. Die rechtse, die Cadillac, die 1969, die komt overigens uit Rotterdam. Daar hebben een paar leerlingen daar gekocht en daar hebben ze een extra wifi access point ingebouwd, zodat ze wat sterkere wifi hadden. Een jongetje van 12. Dat is wel interessant. Nou, het 10e gebod is eigenlijk het belangrijkste gebod. En zo simpel als het maar kan zijn, dat is als een leerling elke dag lachend naar school gaat en elke dag lachend thuiskomt en tegen zijn ouders zegt, mama, morgen mag ik weer gaan. Voor zo'n leerling hoef je je geen zorgen te maken. Die zit in de flow van, ik ben bezig met mijn ontwikkeling. En we hebben nu een systeem gebouwd waarbij 80% van de leerlingen zeggen dat ze school saai vinden. Zelfs die leerlingen die goed kunnen leren. En dan deugt het systeem niet, los van de onethische aspecten van de segregatie van VMBO en van kinderen, sociaal zwakke kinderen die het niet redden. Er zijn in de wereld geen kinderen waarvan papa miljonair is die niet naar de universiteit gaan. En dat komt omdat we de leervoorwaarden van kinderen die naar de universiteit gaan, worden geoptimaliseerd als je een vader hebt die miljonair is. Ik ken daar één uitzondering op, dat is Johnny De Mol. Die heeft alleen maar HAVO, maar ja, zijn vader is miljardair. Ik denk dat het daar het verschil in ligt. Maar in ieder geval, heb je geld, dan zijn je leervoorwaarden stukken beter, sociaal goede omstandigheden. Zijn je ouders nog bij elkaar? Heb je liefdevolle ouders? Dat zijn allemaal zaken die de leervoorwaarden optimaliseren. En dus de toets moet zijn of een kind happy is op school. En dat moet je ze vragen. En in het bestaande klassenmodel kunnen ze niet altijd happy zijn. Of bijna heel vaak niet happy zijn. En naarmate ze langer in het systeem zitten, dus die enthousiaste brugklassers, doorsnee is, na 2 maanden is het enthousiasme van het begin helemaal weg. Het systeem heeft ervoor gezorgd. En die leraar zit zelf ook gevangen in het systeem wat hij heel graag anders zou willen. Dus dat is, nou, hoe hebben we dat nou georganiseerd? Nou, dit is een andere uitspraak van Einstein over die leervoorwaarden, die zegt, je moet studenten geen les geven, je moet de voorwaarden creëren dat ze hun hersenen kunnen gebruiken. En dat is echt de kern van de zaak. Zorg dat je zegt, wauw, ik mag aan de gang. Ik mag autodidact zijn en ik mag gaan leren. In Agora, hoe hebben wij dat nu georganiseerd? In Agora heb je, ik noem dat een schoolgezin. En die schoolgezinnen bestaan uit 17 of 18 kinderen. Je bent fulltimer. We hebben het ook over PO en VO. De meeste Agora-scholen zijn VO-scholen. Je hebt het dus over 18 kinderen. Je bent fulltimer, je hebt 18 kinderen. Het hele jaar heb je 18 kinderen. Ben je fulltimer in het reguliere systeem in het VO, heb je als fulltimer 10 klassen van 33. Dus laten we zeggen dat het verschil is tussen 300 kinderen, waar je toetsen voor moet maken en die moet nakijken, of 18. En die leraren bij Agora hebben geen financiële additionele middelen. Dus met hetzelfde geld heb je er of 18 of 300. Je moet alleen de keuze maken om het te durven. Dus mag je nagaan in welke situatie je kunt komen tot een relatie met kinderen. Dat met 300 is het gewoon, al ben je nog zo'n goede vent of goede vrouw, is gewoon hartstikke onmogelijk om die kinderen, om daar een relatie mee op te bouwen. En het gaat om relaties, relationeel autonoom leren. Nou, dat schoolgezin is gemixt van een leeftijd van in het VO van 12 tot 17, 18 jaar en het is gemixt van VMBO of misschien zelfs nog pro-advies. Ligt een beetje aan het brennummer van de school of je dat mag aanbieden. Maar het is gewoon gemixt tot en met gymnasium. En het is niet zo goed voor leren als dat je in een gemixte sociale context zit qua niveau en qua leeftijd. Ik heb zelf bij wijze van spreken leren kaarten omdat ik 5 oudere broers had. En ik was aan het huilen en papa zei, Sjefke, waarom ben je aan het huilen? Ik zei, ik mag niet mee kaarten. En dan zei mijn vader, Sjefke, kaart ook mee, want die heeft ook vakantie. En dan zei mijn oudere broers, ja, maar Sjefke kan die regels niet van klaverjas, dat is veel te moeilijk. En dan zegt mijn vader, daar heb ik niks mee te maken, want zo was mijn vader. Sjefke kaart ook mee. Aan het einde van de dag kon ik kaarten. En dat hoeft niet eens op zo'n manier dat een patriarch zegt van, dit jongetje doet ook mee. Maar als je ziet hoe bijvoorbeeld leerlingen de kennis die nodig is voor straks die examens en het gewoon landelijke examen te doen, daar heb je een hele hoop kennis voor nodig. En er zijn kinderen die heel erg goed zijn in het overdragen van kennis aan leeftijdsgenoten. En dan komt er aan het einde nog die expert die nog eens toespitst dat je ook een goed cijfer haalt voor het eindexamen. Dat is pas helemaal aan het eind wanneer leerlingen bezig zijn in het kwalificerende onderdeel van hun leren. En elk kind maakt samen met de coach, die ik Agoriaanse meester noem, die schoolvader of schoolmoeder, een plan van hoe die leerroute eruit ziet. Waar die naartoe gaat. En die leerroute die maak je vandaag en die, door de ontwikkeling van dat kind moet je die leerroute steeds bijsturen. Want je denkt dat die leerroute zo gaat, maar die leerroute gaat zo. En die ene zegt van ik wil iets in de kunst, want ik ben helemaal gek van muziek. En uiteindelijk blijkt hij toch ergens een scheikundig wetenschapper te gaan worden of zo. Maar dat kun je nooit weten, want je weet niet wat dat kind allemaal tegen. En vanuit zijn autonomie maakt dat kind steeds andere keuzes. Nou, we hebben leertijden van 9 tot half 3. Van 9 uur, omdat het beter is voor de hersenen van kinderen. Dit is per agroschool ook verschillend. Dit is wat we in Roermond hadden. En om half 3 zijn de kinderen klaar en hebben ze geen huiswerk. En nu kom ik over dat samen leren, want die autonomie, die coaches hebben ook autonomie. Het enige wat die ze gaan hebben te houden, is de why van de organisatie, dat we alleen nog maar doen wat goed is voor de ontwikkeling van kinderen en dat we een leerroute per kind hebben. Dat is wat we doen. En hoe je dat doet, dat ligt aan de autonomie van de coach. Dat mogen ze zelf bepalen. En hoe doen ze dat? Dat samen leren. Die hebben 3 uur overleg per dag. 3 uur overleg per dag. Hoe organiseer je dat? Heel simpel, je begint met koffie. Om 8 uur tot 9 uur. Dan komen de kinderen. Dan heb je al 1 uur overleg gehad. En dat zijn dan meestal groepjes van 5, 6 coaches samen. En om half 3 zijn de kinderen weg en dan blijf je nog tot 4:30. Van fulltime heb je nog een halve dag vrij per week. Maar en als je dan om 4:30 naar huis gaat, heb je niets meer aan je hoofd, ben je klaar, hoef je niet meer voor te bereiden, niet meer toetsen, niks meer na te kijken. Je bent klaar, dat is je werk. Dus ik ben heel erg voor een 9 tot 5 mentaliteit in het onderwijs. Normaal is dat negatief, maar in dit geval was dat heel gunstig. Want heel veel leraren die zeggen zelf, ja, dan draai ik mijn lesje, ik doe het nou. Hè. Nogmaals, leraren zijn een gewicht in goud waard, ik heb die mensen heel hoog. Maar er zijn ook leraren die om 2:30 altijd weg zijn. Na de laatste les. En hoe kun je dan werken aan professionele reflectie, vraag ik me dan af. Maar goed, iedereen is autonoom. En ze doen het ook nog samen met de ouders. Die dagstructuur die we hebben begint, ik zal het even snel benoemen, van een half uur dialoog elke dag met het gezinnetje. Kinderen doen hun eigen leervragen bepalen van 2:30 tot 12:15. Dat noemen we challenges. 2 keer per week hebben ze sporten, want sporten is goed voor de hersenen bewegen. En dan zijn vrijwillige masterclasses. En die masterclasses die worden gegeven, georganiseerd door ouders. En ouders zijn verplicht om 2 masterclasses per jaar te organiseren. En dat kan een ouder doen doordat hij tegen de buurman zegt, ja, jij kweekt kleurkanaries en je wint er prijzen mee. Dan moet je bij de school van mijn zoon komen vertellen. Krijg je van mij een 6-pack bier. En als je dan 300 ouders hebt, of 300 kinderen hebt, heb je 600 ouders. Die 600 ouders die hebben 10 kennissen. Dus dan heb je een netwerk van 6000 mensen die eventueel vrijwillig masterclasses kunnen geven, waar de kinderen vrijwillig naartoe kunnen gaan. En dat betekende in het jaar 2018, toen heb ik mijn afscheidsboek geschreven, Catharsia, dat we 427 masterclasses hebben gegeven. En die kostte de school €0. €0. Ja, dat sixpack bier betaalt die ouder. En zo maak je gebruik van de maatschappelijke kennis die aanwezig is. En dan is er pauze en na de pauze is er silence. Dan mogen de kinderen geen digitale middelen gebruiken. Dan mogen ze gaan slapen. Want het is heel goed voor de hersenen dat de hersenen rust krijgen. Je moet goed voer hebben. Je moet rusten en je moet bewegen. Dat zijn een paar dingen die erg belangrijk zijn. En je moet je hersenen uitdagen. En je moet dus vooral fouten maken. Want het maken van fouten is neurologisch gezien het meest effectief voor te leren. En het tweede, neurologisch meest belangrijke aspect om te komen tot leren is afkijken. Hoe doet hij dat? Oh, doet hij dat zo? En dat heeft te maken met spiegelneuronen die wij hebben. Dat is eigenlijk enorm effectief. En afkijken en fouten maken is de enige waar het Nederlandse onderwijs is verboden, terwijl het het meest effectief van leren is. Maar je mag ook gaan lezen of je mag gaan mediteren. En 19% van de kinderen lezen een half uur per dag. En als je een half uur per dag leest, betekent dat dat je 2 miljoen woorden aan je ogen voorbij komen op jaarbasis, wat leidt tot een verruiming van je vocabulaire van 2000 woorden per jaar. Los van de stimulering van de verbeeldingskracht. En lezen is ook heel erg goed voor je fysiek. En sommige kinderen lezen een half uur, maar dan hebben ze zo'n page turner en dan veranderen ze hun challenge en zeggen ze, ja, maar ik blijf wel lezen. En dan lezen ze tot 's avonds 11 uur, omdat dat boek zo geweldig is. Nou, dat kan. In een autonome situatie kan dat. En 's middags is weer hetzelfde challenge, of misschien moet je sport. Sport hebben we gewoon een roostertje, hè? Dat kinderen naar de sporthal gaan in groepjes van 20 ongeveer. En dat zijn dan vaak andere kinderen van andere gezinnetjes. Dat hoeft niet hetzelfde gezinnetje te zijn. En om 14:30 zijn de kinderen klaar, gaan ze naar huis. Geen huiswerk. En alle kinderen zijn thuis aan het werk, maar het is gewoon vanuit hun eigen autonomie maken ze die keus. En we starten elk jaar met de detoxificatie, het onmayonaise van kinderen. Bij kinderen gaat dat vrij snel, die zijn 1-2 maanden, dan snappen ze dat ze zelf de wereld kunnen veroveren als ze er zelf mee aan de slag gaan. Als ze een eigen plan maken, wat wil ik met mijn leven? En daar hebben ze een paar dingen voor nodig. Het absolute vertrouwen van elke coach die zegt, jij kunt het en je wilt het. Dus ik zal zorgen dat jij gaat slagen. Maar jij maakt het plan, ik help je met het plan en ik zorg dat er geen ongelukken gebeuren. Dat is wat die coach doet. En, die detox bij een coach duurt ongeveer 3 jaar. Omdat dat heeft te maken met, die heeft veel langer in een verstoorde ontwikkelingsrelatie gezeten, die ik onderwijs noem. Nou, sommigen hebben het heel makkelijk gehad, leraren. Nou, en die challenges, dat gaat niet zomaar. Ik ga hier gezien de tijd niet heel ver op in, maar dat gaat via een heel analytisch systeem van hoe je moet leren. Dat leren we die kinderen. Dit is van het buurtcollege Agermaas en Peel in Panningen, waar mijn zoon de kaart trekt. En die hebben een spel gemaakt, wat het stappenplan van hoe dat leren verloopt met bronnen en timetable en reflectie op wat je gedaan hebt. Dan doe je het alleen, dan doe je het met meerdere. Hoe dat als een soort spel kun je kinderen leren hoe dat leren gaat. Hoe dat cyclische leren gaat. En als je klaar bent, heb je weer 20 nieuwe vragen en dan ga je weer opnieuw. En dan word je steeds slimmer. En die masterclasses, nou ja, dat heb ik gezegd, die zijn facultatief. En dat wordt dus aangeboden. En sommige coaches zeggen, jij moet naar die masterclass gaan. Dat lijkt me hartstikke interessant voor jou. En dan zegt zo'n leerling, ja, maar denk je dat, meneer? Ja, dat moet je doen. Ga dan maar. Hoeft niet hoor, want jij bent autonoom. Maar ik zou het doen, want het lijkt me voor jou heel handig. En dan gaat zo'n kind, omdat hij denkt, die coach van mij, die vertrouw ik en die wil dat ik slaag. Dus ik ga eens kijken. En daarna zegt die jongen of dat meisje, ja, meneer had gelijk, was hartstikke interessant. Nu heb ik weer nieuwe ideeën gekregen. Daar zijn die masterclasses goed voor. We hebben ook nog Agora Underground, dat is nieuw dit jaar, Tim Slot. Trechtadecar, een van de Agoriaanse meesters van het eerste uur. Dat zijn drop-outs in heel Nederland. Die kunnen zich inschrijven bij Agora Underground in Roermond. En dan worden ze begeleid online via, ook wel af en toe fysiek, maar vooral online. En dan kunnen ze toch nog, hoeven ze niet thuis te zitten, kunnen ze toch nog een diploma of een startkwalificatie halen. En de leerlingen, de ouders, de Agoriaanse meesters, de inspectie, de wetenschap. We werken nu samen met 6 universiteiten. Die zeggen allemaal wat jullie doen is een schollende roos. Dus wat weerhoudt je om dat te gaan doen? Nou, dit was een beetje hoe we dat... En even terug van de kern waarom het fout zit. Dit is, vaker begin ik hiermee, maar dat heb ik nou extra niet gedaan. Dit is, zie je, passend onderwijs. Voor zware examens, rekentoetsen, terug naar de kernvakken. Dat is wat iedere keer komt op het Nederlandse model. Wat je ziet, wat de rudimenten zijn uit het verleden. Wat nauwelijks nog een fundament heeft in de samenleving. Komt er steeds wat meer onzin bij. Waardoor het kantelpunt van het onderwijs steeds dichterbij komt. Passend onderwijs betekent een recept per kind. Dat is wat wij doen. In het reguliere model is het hartstikke onmogelijk. Je kunt geen passend onderwijs hebben met een klassikaal systeem met 30 kinderen. Dat is onmogelijk. Dus dit gaan we afschaffen. We hebben geen school meer nodig. We hebben leercommunities nodig. Ecologische leercommunities. Daar gaat het naartoe. En daar ben ik vast van overtuigd dat dat zal gaan gebeuren in alle geledingen. Zowel HBO, universiteiten, overal. Als je een Silicon Valley-achtige manier van leren, waarbij groepen samenwerken. Een voorbeeldje is de TU, waar ze de zonneauto's bouwen. Martin Steinberg, die daar professor is, die zegt... wat die jongens en meisjes samen doen om zo'n zonneauto te bouwen... Dat kan alleen maar als je het samen doet. Met grote groepen, met hersenen bij elkaar. En dan zitten ze niet meer in boekjes te kijken. Nee, dat is... knutselen en nadenken, verbeeldingskracht gebruiken. Hoe kunnen we het nog beter doen? Hoe kunnen we nou een accu maken die nog langer meegaat en die niet lekt en die sneller wordt opgeladen? En daar blijven we aan werken. Steeds meer die kant gaat het om. En mijn zoon die zei, wat zou ik pappens voor Sinterklaas geven? En toen dacht ik, ik geef hem de perfecte leermachine. En dat is hem gelukt, want op 6 december werd Raaf geboren. En als ik had geweten hoe leuk het is om open te zijn, was ik met eerst aan kleinkinderen begonnen. Want het is werkelijk, het is een genot, dat wil je niet weten. En dat is de perfecte leermachine die 86 miljard neuronen heeft en die helemaal is toegerust om zelfstandig te kunnen leren, autodidactisch te kunnen leren. En dat is het meest geavanceerde leermachine in het universum, voor zover we het kennen, zolang we nog geen aliens hebben. En wat doet hij? Hij is nieuwsgierig. En hij heeft verbeeldingskracht. Dat is wat hij doet. Kijk, en nou ziet hij zo uit. Je krijgt een cannibalistische neiging van... het is toch helemaal om op te vreten, dat jongetje. Maar goed, dit voert te ver. En in ieder geval... En mijn zoon heeft... En ik heb 5 oudere broers, hebben allemaal kinderen gekregen. En niemand had voor een stamhouder gezorgd. Maar mijn zoon is... geschiedenisleraar, dus die zegt, ik zorg wel dat er een pinnetje aan zit. En het ging maar door. En Boris kwam er ook nog bij, dus wat een genot, dat kan niet op. Maar dit terzijde. In ieder geval, hoe hebben wij dat georganiseerd? We hebben dat als volgt georganiseerd. Van 0 tot 27 ontwikkelt je neocortex. Het is de hersenen dat je een volwassen mens bent die zelfstandig beslissingen kan nemen, planning, organisatie. Het zit allemaal in de prefrontale cortex. Ik lijk scherder wel, alleen ja, ik ben wat minder wit. Nou, en van 0 tot 4 is de belangrijkste periode in het leven van een kind, want dan moet hij liefdevol benaderd worden. Hij moet liefde voelen van zijn ouders. En dan heeft dat kind meteen al een goede start. Dan is die 4, dan gaat hij 20 jaar de gevangenis in. We noemen dat school. Want dan van 4 tot 24 zit hij in de gevangenis. Dan is zijn volledige autonomie kwijt. De leraar bepalen van wat hij moet doen. Ja, ik zeg wat jullie moeten doen. Jullie moeten de mond houden en jullie moeten dit en dit leren. Want de inspectie zegt dat jullie een toets moeten doen. Dan moet je dat en dat moet je kennen. Dus een voorbeeldje in het primair onderwijs. Kinderen in groep 3 beginnen met leren. Sommigen kunnen dan in groep 1 en 2 al lezen. En dan, maar in groep 3 moeten ze lezen. Maar sommige kinderen zijn vanuit de neurologie helemaal niet toegerust om in groep 3 te kunnen lezen. Als ze 7, 8 jaar zijn, kan alle kinderen, kun je binnen 3 maanden perfect lezen. Maar als je te vroeg bent met kinderen te leren lezen, dan blijkt jij het niet te kunnen, omdat je de abstractie van de fonogrammen, waar je tekentjes voor gemaakt hebt, en dat betekent dat dit is de A en dit is de O. Dat is neurologisch een heel ingewikkeld patroon, waar sommige kinderen nog niet aan toe zijn. Heeft dat kind, krijgt te horen eigenlijk, althans de ouders, dat hij een beetje dom is. Zo zeggen ze het niet, maar ja, hij kan niet goed mee. En daar blijf je je hele leven achtervolgen. Dan ben je de domme, heb je de stempel gekregen. Waarom zeggen we niet, als kinderen 8 jaar zijn, moeten ze perfect kunnen lezen en ze moeten het fantastisch vinden voor hun verbeeldingskracht dat ze mogen lezen. Dat moeten we zeggen. En dan heb je zelf de ruimte om te kijken, dat ene kind kan wel al lezen, een ander kind nog niet. Maar iedereen moet natuurlijk leren lezen, omdat het socialiserende aspect van lezen nog belangrijker is dan het kwalificerende. En dat geldt ook voor rekenen. Nou, je bent klaar, je bent 24, je hebt je master. En dan gooien ze je voor de leeuwen, je leeft nog 100 jaar en zeggen ze, nou ben je autodidact, nou moet je het zelf doen. Maar we hebben het de mensen wel afgeleerd. Met als gevolg dat de detox die ontstaat in deze periode van 24 tot 35, dat is de moeilijkste periode als je start in je carrière. Vaak gaat je relatie naar de knoppen. Je moet je huis verkopen, enzovoort, enzovoort. En als je 35 bent, dan weet je een beetje hoe het moet. Maar dat had al gemoeten, want je was al geboren als autodidact. En dan ben je in het pas, dan weet je hoe je het leven aan moet. Dus we moeten veel meer terug naar die kwaliteit van de autonomie van mensen. We moeten studenten en leerlingen empoweren. En je moet zeggen, wij zijn geen school, we leren jou niks. Jij gaat leren, het zijn jouw hersenen, maar je krijgt van mij fully support en ik zal zorgen dat je slaagt. Want elk kind wat geen hersenafwijking heeft, wordt hoogbegaafd geboren. In potentie. En wij gaan het vuur ontsteken dat jij steeds slimmer wordt. Want dat wil elk kind, de wereld ontdekken. En elk kind wil dat vanuit zijn nieuwsgierigheid. En elk kind wil focus hebben. Dus kinderen moeten focus hebben. Als je nu tegen een kind van 14 zegt, wat doe je over 10 jaar? Ja, dat weet ik nog niet. Omdat kinderen afgeleerd is om te denken dat ze iets mogen. Je moet vanaf het begin zeggen dat ze focus moeten hebben. Een voorbeeldje is mijn dochter. Toen ze 4 was, wilde ze prinsesje worden. En toen ze 5 was, wilde ze konijnenverzorgster worden. En dat is prima. Maar, en toen ze 12 was, wist ze niet meer wat ze wilde. Ja, dat kijk ik nog wel. Uiteindelijk is ze wel prinsesje geworden, maar dat ligt meer aan haar uiterlijk. Maar je moet dat er zijn. En hoe Robert, ze zegt tegen die kinderen, je moet het zelf doen. Je moet een eigen plan hebben. Ik stel geen eisen aan jou. Jij moet eisen aan jezelf stellen. Wij zijn niet voor discipline. Jij moet zorgen dat je zelf discipline ontwikkelt. En daar help ik jou bij dat je dat kunt. En als je niet weet hoe dat moet, dan kan ik je ook wel, en dat je via discipline kan dan ook. Dan ga ik voor jou zeggen wat jij moet doen. Dus dan zeg ik tegen zo'n meisje, als jij niet weet wat jij over 10 jaar doet, dan ga ik het zeggen. Dan, jij wordt metselaar. Dan zegt zo'n meisje, nee, ik word geen metselaar. Nou, als je al weet dat je geen metselaar wordt, dan weet je misschien wat je wel wordt. En misschien is het... Het gaat niet om het exacte beroep, maar het gaat er wel om dat je weet, nu heb ik affiniteit met het werken met mensen. Of ik wil graag met getallen werken. Of ik wil... Een algemene affiniteit moet je kunnen uitspreken en dat is ongeveer het plan wat je doet. Of ik wil in de muziek, of ik wil in de kunst. En je leert alleen maar voor de ander. Wij zeggen nu tegen kinderen, zorg dat jij goede cijfers haalt. Hè? En papa en mama die stimuleren dat dan, zeker als ze geld hebben. Dus, en dan heb je zo'n jongetje wat met 9 en 10 summa cum laude slaagt voor het gymnasium. En dan in zo'n grote zaal als deze met applaus op de bühne komt en zijn diploma krijgt. Terwijl de hele zaal denkt, als het maar niet mijn schoonzoon wordt. Want blijkbaar is er iets wat we denken, wat de kwaliteit is van mens zijn, is wat niks met 9 en 10 te maken heeft, maar wel met sociaal wezen zijn in een ecologische samenstelling. Dat je weet dat je van iemand op aan kan. Dus die zaken zijn veel belangrijker nog dan kennis. En natuurlijk is die kennis belangrijk. Het is hartstikke belangrijk, maar die komt er vanuit motivatie. Nou, en hoe doen we dat samen met de schoolvader en schoolmoeder? En die zegt, ik heb vertrouwen in de kind, jij kunt het. Dus die slogan van Obama was zo gek nog niet, yes we can. Iedereen kan het. Iedereen kan het, als hij het wil en als we het samen doen. Niemand hoeft dus een agora te beginnen te zeggen, we moeten alles ondersteboven gooien. Nee, je kunt gewoon met 2 of 3 leerkrachten zeggen, wij willen best een agora-stroom binnen alle agora-scholen op 2 na. Zijn binnen bestaande scholen waar ze HAVO, VMBO, gymnasium enzovoort aanbieden en agora. Gewoon als extra stroom. Het typisch is dat die extra stroom maar bijna altijd een numerus fixus heeft, want de meeste ouders willen dat, een recept per kind. Want dat doen ze thuis ook. Nou. En die coach, die leraar, ja, dat moet, die moet net zoals ik een idioot zijn. In de zin van hartstikke vakman, passie voor zijn vak hebben. En, want dan kun je kinderen inspireren. En het is niet om te zeggen, je moet dat leren. Nee, je moet werelden ontsluiten die voor kinderen nog gesloten zijn. En dat kind zegt, wauw, dat wist ik helemaal niet dat dat bestond. En dat kun je alleen als je vakidioot bent. Dus je moet een echte vakman zijn. En ik kan kinderen waarschijnlijk beter inspireren op het gebied van de kunst. Zeker dan bijvoorbeeld op de wiskunde. Want ik heb maar gewoon windelbare schoolwiskunde. Dus... Die kwaliteit, maar die kwaliteit die komt pas in het kwalificerende gedeelte als kinderen gaan zien een potverdikke. Ik wil dokter worden of ik wil ingenieur worden. Ik wil het hele beta-pakket. En dan kun je ze helemaal vol stoppen met beta. Zoveel als dat hoef je niet te stoppen. Plus het voordeel is dat je alleen maar kinderen krijgt die gemotiveerd zijn. Want dat kind dat Frans gaat studeren wil niet volgestopt worden met beta. Maar die heb je nu wel in de klas zitten, die zit er dan bij. Nou. Dus heb je zo'n kind wat een zwak moment heeft en denkt, ik word een tweede Ali B. Dat is bij Autonoom bepaalt de leerling het reisdoel. En die leerling zegt, ik wil een tweede Ali B worden. En dan zegt de coach, hartstikke goed, jij bepaalt de reis, ik bepaal de reis, jij bepaalt het reisdoel. Maar als kinderen het reisdoel bepalen, hebben ze een hoge motivatie. Wow, ik word Ali B, een tweede Ali B. En je vertrekt... vanuit de situatie waar het kind nu zit en je gaat de eerstvolgende stap van ontwikkeling van dat kind, ga je met dat kind verder. Dus kinderen worden niet meer met elkaar vergeleken. Elk kind heeft zijn eigen route. Het gevolg daarvan is dat in zo'n sociale context zoiets als pestgedrag niet meer bestaat. In zo'n context bestaat ook niet meer dat je als docent, leraar, coach... politieagent bent. Want je bent politieagent ten opzichte van die 3 jongetjes die dat vak van jou niks vinden, wat je hun door de strot probeert te wurgen. Dan moet je zeggen, houd nou eens je mond jij. Het is nou de 3e keer dat ik het gezegd heb. Normale zin in het Nederlandse onderwijs. Dat komt niet voor bij Agora. Omdat je een route hebt per kind. En als een kind na een jaar zegt van, wil je nog steeds... Ali B worden, dan zegt die coach, die zegt van, heb je al eens gehoord van Johann Sebastian B? Nee, zegt die jongen, maakt hij ook platen? Nee, die maakt geen platen, maar er zijn miljoenen platen van Johann Sebastian. Ja, maar zegt die jongen, dat kan toch helemaal niet? Ja, luister maar, zegt hij. En dan krijg je een stukje te horen van Sebastian. En dan zegt hij, maar er zijn er nog meer. Ja, Ludwig van B en Johannes B en George B en Bela B en Felix Mendelssohn B. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn klassieke B's, noemen we dat. Ja, maar zegt die jongen, wat moet ik daarmee? Ja, zegt die coach, dat moet je zelf weten. Ik inspireer jou, ik laat je zien dat er meer is dan alleen maar Ali B. En wat je daarmee doet, moet je zelf weten. Maar misschien word je straks een Ali B met een schuurtje Johann Sebastian. Dan word je een heel aparte Ali B. Dat zou kunnen. Maar dat geldt dus ook voor natuurkunde en scheikunde. Niet iedereen hoeft een professor in natuurkunde te worden. Maar de basis natuurkunde is toch wel voor iedereen belangrijk. En hetzelfde geldt voor wiskunde. Maar daar hoef je het vak niet voor te geven, dat komt straks pas. En we doen dat in samenhang. En die samenhang is dat we de 5 werelden hebben waarin we de kinderen zeggen... als je nu alleen maar wetenschappelijk bezig bent omdat je zo'n beta-nerd bent... dan moet zo'n coach zeggen van de volgende 3 challenges, dan doe je er minstens 2... kijken vanuit een andere bril en dan zet je een kunstzinnige bril op of een ethische bril. En dan zegt zo'n jongen die gek is van natuurkunde... Ja, dan ga ik het onderzoek doen van het modificeren van voedsel. Mag dat? Of de atoombom. Mag dat? En dan zit hij vanuit de ethische kant. Want je moet zorgen dat je kinderen holistisch grootbrengt. Dat je laat zien, alles heeft samenhang met elkaar. En een van de gunstige aspecten van dit idee van die 5 werelden is dat ik op 14 mei, ik weet nog precies, toen het gebeurde, kreeg een telefoontje of ik Agora wilde uitleggen aan de Dalai Lama. En dat heb ik toen ook gedaan op de Erasmus Universiteit. Vind ik nog steeds een hoogtepunt in mijn carrière dat ik His Holiness de hand mocht drukken. Dat er zei ik moet op de tijd letten, we gaan afronden. Leren is niet het vullen van een vat. Wat we als leraar geleerd krijgen, stopt er wat in. Nee, het is het ontsteken van een vuur. Het gaat om ontwikkeling. En het is super simpel hoe je dat moet doen. Super simpel. Want een echte vakman naast het idioot is dat je vakidioot bent en passie hebt voor je vak. Dat is een verschijningsvorm van hetgeen wat het allerbelangrijkste is. En dat is heel simpel. Sorry, ik moet niet even terug. Dat is onvoorwaardelijke liefde voor het kind. En zeggen we, ik ga tot het gaatje, want ik weet dat jij het kunt. Jij gaat het alleen doen met hulp van mij. En dat geldt dus ook voor al die coaches samen. Je gaat het niet meer alleen doen. Leren alleen voor de klas bestaat niet meer. Alleen straks voor het examen. En voor de rest van de tijd doe je het samen met de andere coaches. En samen met de ouders en samen met de andere kinderen. Daar wilde ik het nu bij laten. Mooi, Sjef. Dank je wel. Een bevlogen en gepassioneerd verhaal. Daar ontbreekt het zeker niet aan. Het was ook heel rustig hier in mijn chat. Dus ik denk dat iedereen ook heel goed heeft meegeluisterd. Maar ik heb wel een vraag, onder andere van Marleen. Marleen zegt, wat betekent die Agoriaanse manier van leven voor onze maatschappij en voor de kijk op leren, diploma's, vervolgopleidingen enzovoort? En wanneer zijn we hier als totale maatschappij eigenlijk klaar voor? Ja, nou, ik vind, Marleen, dat als je het hebt over wat betekent het voor diploma... Ik vind zo'n diploma eigenlijk nog niet eens zo gek. Maar een diploma, dat is echt het minste. Want je kunt in een heel korte tijd heel veel kennis in leerlingen stoppen als ze een toetsje moeten doen. Ik denk zelf dat er een andere soort vorm gaat ontstaan, meer vanuit portfolio's. En met de digitale middelen kunnen de leerprocessen van kinderen, dat doen wij nu al, helemaal vastgelegd worden vanaf de lagere school tot en met het voortgezet onderwijs. En die jongens die dan die robot gebouwd hebben, die de Rubik's Cube in 2 minuten kan maken, nou moeten die nog een testje doen of ze bij de TU toegelaten worden. Volgens mij, als professor Steinberg van de TU met die jongens praten, zegt, kom maar op jongens. Graag. Jullie zijn hartstikke goed. Jullie willen we wel. Dus er gaat een soort vanuit de portfolio een soort warme overdracht ontstaan. Waarbij zo'n coach tegen een leerling zegt, ja, maar jongen, jij moet leraar worden. Je bent en gepassioneerd en je hebt enorm kennis van zaken. Je bent enorm sociaal. Ik weet dat ze staan op jou te wachten. En als je dan naar een lerarenopleiding gaat met het certificaat van de mensen die jou kennen. Ja, hier, alsjeblieft, dit is de ideale leraar. Of dit is de ideale dokter. Of dit is de ideale wetenschapper. En als je dus in een leeromgeving hebt gezeten waarbij je zeg maar minstens 5 of 6, vaak 10 jaar lang echt contact, een relatie hebt opgebouwd met de studenten, dan weet je ook wel wat ze waard zijn. En dan kun je ze ook makkelijk aan zijn toewijden. Dus ik denk dat straks, het Finse model lijkt er een beetje op, dan krijg je ook een soort warme overdracht. Net zo goed als we dat nu hebben van het PO naar het VO. Hè. Dan is de toets die zegt, hij is VMBO, maar dan zegt zo'n leerkracht, die zegt, nee, deze jongen die heeft die toets niet goed gemaakt, die kan makkelijk de HAVO. En dan doet hij dan toch de HAVO. En zo gek is dat eigenlijk ook niet. Overigens, bij de kinderen van Agora, die slagen allemaal voor een eindexamen. Daarvan doet 40% een hoger examen dan wat het advies was van de basisschool. Dus blijkbaar doen we iets op een rare manier toch goed. Los van het feit dat het niveau eigenlijk niks uitmaakt, begreep ik uit je verhaal. Ja, dat is mooi. Corrie heeft ook nog een vraag voor je. Wat betekent Agora voor de opleidingen, de pabo's, voor de lerarenopleidingen? Ja, dat betekent dus heel veel. Dat betekent dat je studenten laat zoeken hoe ze vanuit hun autonomie wat ze graag willen. Zo ken ik een jongen die zat op de leraaropleiding geschiedenis. En toen vroeg zo'n leerkracht aan hem in het eerste jaar: waarom zit je hier? Ja, zegt hij, ik wilde eigenlijk geschiedenis studeren aan de universiteit, maar daar was ik niet goed genoeg voor. En op grond van, hij is geïnteresseerd in geschiedenis, dan word ik maar geschiedenisleraar. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dus je moet een heel goed plan hebben. Maar ik zou zeker voor studenten die in het reguliere systeem hebben gezeten, in het begin die helemaal in onzekerheid brengen. Dat ze terugkomen naar hun eigen autonomie. En hoe kom je tot je autonomie? Dat kom je door, ik citeer professor Rob Martens, die psycholoog is van zijn vak. Hoe kom je tot autonomie? Door alles vrijwillig te maken. Niets meer te eisen. Zoek het zelf maar uit. Dan kom je weer helemaal uiteindelijk, dat is moeilijk hoor, dat is die detoxfase. Maar dan kom je uiteindelijk bij jezelf terecht en dat je denkt, ja, dat is eigenlijk wat ik wil. En dan studeer je nu fiscaal jurist, terwijl je denkt, potverdomme, mijn vader zei, dan kun je weer geld verdienen, dan zit ik hier. Ik wil balletdanser worden, ik wil helemaal geen fiscaal jurist worden. Daar kom je dan achter. En dat is heel goed dat je dat doet. Dus helemaal terug. En dat gaat, je ziet nu dat mensen een diploma halen, HBO, universiteit of zo. En in vacatures zie je dan ook dat men vraagt dan niet meer heel specifieke vakken, maar men zegt bijvoorbeeld academisch denkniveau of zo. Dat is wat men vraagt. En je ziet dat mensen die, kijk naar onze minister-president, die is dan ook heeft geschiedenis gestudeerd. Of kijk naar onze koning, die heeft geschiedenis gestudeerd, maar doet nu alles in water. Dus als je ziet waar het naartoe gaat, nou, nog gekker. Er zijn mensen die hebben op de kunstacademie gezeten en worden schoolleider. Dat is houden niet voor mogelijk dat zo'n idiote dingen ontstaan. Ja. Ik heb een laatste vraag voor je, want dan gaan we inderdaad echt afronden. Joris de Mulder, die zegt, want jij gaf ook aan, er wordt veel gesport, bewegen is goed. Dus hij vraagt, hoe worden de sportlessen aangeboden binnen het Agora? Nou, dan moet ik eigenlijk het antwoord op schuldig blijven. Wat wel erg belangrijk is dus dat we heel bewust zijn met het fysiek van kinderen. Dat betekent dus, we leggen de kinderen uit hoe hersenen werken. Dat begint met goede voeding. Dat is erg belangrijk, ook voor de sporten. Rust voor de hersenen is erg belangrijk. Bewegen voor de hersenen is heel erg belangrijk. Uitdaging voor de hersenen is heel erg belangrijk. De kinderen zitten niet meer in klassensituaties. Ze bewegen veel meer dan kinderen die de hele dag stil zitten. Bij ons zitten de kinderen nooit stil, behalve wanneer ze een boek lezen. Ze veranderen dus heel veel in de fysieke verhouding. En wat die sportleraar precies doen, het zijn de sportleraren van al die scholen, hebben reguliere sportleraren. Ja, en ze hebben sporttoernooitjes, gewoon wat. Ik durf daar geen antwoord over te geven hoe ze dat organiseren. Maar wat ik wel vaak zie is dat ze soms groepen bij elkaar zetten met jongens bij elkaar die dan een voetbaltoernooi hebben of anderszins. Maar ook dat ze vaak aan fysieke beweging doen waarbij ze het gezinnetje nemen en dan hebben ze iemand van 12 en iemand van 18 bij elkaar. Dan moet je heel andere keuzes maken als sportleraar. En een goede sportleraar, daar is dat natuurlijk ook een uitdaging voor. Maar ik kan niet vanuit de praktijk praten. En dat komt omdat wij een hele mooie sporthal hebben aan de overkant van de straat. Dat is ongeveer 100 meter van de school. En gezien mijn drukke werkzaamheden de laatste jaren, kwam ik bijna nooit in die sporthal. En de kinderen gaan daar altijd naartoe. Ja. Dus helaas. Maar als docenten, opleiders, partnerschappen, maakt niet uit wie of wat, of waar vandaan. Als die zeggen, goh, dat Agora, hè, naar aanleiding van jouw verhaal, dat is wel interessant. Ik wil toch even in die sporthal kijken of bij de school zelf. Ja. Kan dat? Kan je gewoon, dat kan natuurlijk. En ook bij Agora, kijk, je hoeft Agora niet meer helemaal te bedenken. Want we hebben en de tools om de ontwikkeling van kinderen te meten. Maar dat gaat niet met toetsen, dat gaat op een hele andere manier. We hebben de voortgangsmonitor, waarbij de skills van kinderen meten. We hebben de challenge monitor, waar we kunnen zien hoe is het leertraject van kinderen gaan. Daarbij de feedback van de coaches, die worden allemaal vastgelegd. Alle fouten die wij met vallen en opstaan hebben gemaakt, die hoef je niet meer ook nog eens te gaan doen. Dus als je bij de Vereniging van Agora Onderwijs als je daarbij aansluit of daar contact mee neemt. Je kunt zo beginnen. Er is niet, en we zien, om het voorbeeld te noemen van mijn zoon in Panningen, die begint dan met een compleet nieuwe school, die is helemaal van scratch. En dat is dus nu al een jaar lang een enorme activiteit van al die ouders. Dus de school wordt meer onderdeel van een soort sociale beweging. Waarbij iedereen verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkeling van in ieder die in die community zit. Dat is heel iets anders dan lesjes reproduceren. Wat ook nog heel belangrijk is, wil ik toch wel even zeggen, is dat nu bewezen is dat kinderen in een thuissituatie beter zijn gaan rekenen. Dus wat dat betreft, die familiaire omstandigheden kunnen heel goed zijn. En ik hoorde van het bestuur van de scholen, waar heel veel scholen onder vallen, dat nu zijn ze weer begonnen, de scholen. En dat na corona, dat de leerlingen zeggen, 50 minuten is veel te lang in een klas. Dus er is nu een post-corona-tijdperk en daar past het autonoom relationeel leren volgens mij hartstikke goed in. Ja, dus eigenlijk kunnen we concluderen dat veranderingen en veranderende omgeving kan heel veel opleveren. Ja, en of dat dan Agora is, corona, alles ontwikkelingsgericht. Precies. Ik wil jou heel hartelijk danken, Sjef, namens een ieder die deze lezing heeft meegemaakt of later nog gaat terugkijken. Ja. Dank je wel. Heel veel succes verder ermee. Het was een mooie, bevlogen en betrokken lezing. Okay. Blijf jij even daar staan, dan ga ik gewoon even op deze camera verder. Ik denk dat de techniek dat helemaal kan cheffen. Ik wil allemaal ook heel hartelijk bedanken hier vanuit het Gooiland Theater in Hilversum. Fijn dat u bij deze digitale congresdag was. Ga nog gezellig meedoen met die netwerkencarousel als u daar behoefte toe voelt. Wordt u gematcht 3 minuten lang en kunt u daarna nog het contact verdiepen. U kunt ook naar zoek en ontmoet. Gaat u gericht naar iemand op zoek. Vergeet ook de etalage niet met allemaal handige tools en documentatie en alles wat u wellicht kunt gebruiken bij samen opleiden in een veranderende omgeving. Samen, dat is waar het allemaal om draait. En ik heb ook een oudere heer gevonden, niet de muzikale. En ik had het ook niet over jou, Sjef, maar wel over William Shakespeare. Want die zei 450 jaar geleden, schreef hij met zijn ganzenveer, kraste hij dat op sierlijke op het perkament. Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Maar als je exponentieel beter wilt zijn, wees dan coöperatief. Dus wees coöperatief, blijf samen doorgaan, op welke manier dan ook. Maar uiteindelijk doen we het allemaal voor die leerling, voor de student. Dank en nog een hele mooie, inspirerende dag morgen. Tot ziens. Dag.